Hey hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe aflevering van Until Dawn. Vandaag spelen we episode 2, in ieder geval hoofdstuk 2. Dus we zien jou weer na de intro. Oké. Man, I feel like this mountain gets bigger every time I climb it. Oh yeah? It feels the same. Chapter 2. Josh. Hannah and Beth's brother. Oh, okay. Come on, you grew up here. It's probably feels like it's shrinking. I guess that's true. When are you gonna install some cell towers up here? I'm getting withdrawals already. You got a spare million lying around, and I'll fix you right up. Funny you should say that. I think I left it in my... We zijn allemaal bij elkaar. Matt is niet zo blij. Hey guys. Nou, Mike nog niet, toch? Ja. En Emily ook niet. En Jessica, die drie. Wat's up with him? Ik ken ze allemaal bij naam. In de sneeuw. Ik ken ze allemaal bij. Of een kwartetje. Met de killer. Vogel erbij. En de killer. Oh nee, de killer is hier. Oh, we hebben natuurlijk de killer clown gekozen, hè. Zal die moordenaar nu een killer clown zijn, of niet? Hij ziet zij hem niet. Yo, yo, yo. You got things moving up here, or what? Yeah, man. Kies maar met je. Hey, you doing all right? I mean, I know it must be really tough without your sis. Stop. I just meant that... No, I know what you meant. You know, seriously, I'm over it. And I want us to have a good time, you know? Like we always used to. Damn it. This freaking thing. It's iced. What else? Maybe there's another way in. There are a million ways in. It's all locked. Kunnen we terug allemaal. There's gotta be like a window around the corner we can get like... get open or something. Wait a second, are you saying we should break in? I don't think it's technically breaking in if you own the place, right? Hey, not if I don't report you. Lead the way, coaches. Hey, Ash. Hi, Chris. Yes, die zit bij Chris wel heel hoog, hoor. From being kind of cold and vaguely creeped out by this place. Ben je helemaal, ik zit helemaal een beetje angstig. Ja. Oké. Gaat zij daarna eentje blijven zitten? Want dat is heel dom, hè? Nee, joh, maakt niet uit, joh. Yo. Ja, maar die... Ashley was looking pretty hot today, right? Welke stof, joh? She's like a sleeper hit kind of gal, you know? Now I just want to rip that Parker right off of her and make some snow angels, right? Whoa. I agree, gewoon echt gaan. Die ingang even zoeken, want ik begin het ook een beetje koud te krijgen. When are you gonna take her to the bone zone? Like, that could ever happen. Come on, man, she practically spends her entire life with you as it is. Well, yeah, but we're like friends. Listen, dude, look around you. Look at these beautiful mountains. Do you see any parents? I mean, can you imagine a more perfect, ripe scenario just dripping with erotic possibilities? You and Ashley, alone at last. You've laid all the groundwork. You've been a perfect gentleman. Now, you come in for the kill. Hij moet Ashley seksen. Ashley seksen. Maybe you're right. Ja, dat moeten we gewoon voor elkaar zien te krijgen. Wie moet hem zeggen? Die met die bril? Chris en Ashley. Met Ashley. En Mike moet eraan. Ja, en Matt is onze man. Ja, Mike Matt, moet dood. Ja, en Matt en we moeten een goede girlfriend vinden voor Matt. Misschien die Sam of zo. Ja, Hanna is neer, hè? Oh, dat is het hele begin al, hè? Leuke sekspop. In ieder geval nooit een zeiken, joh. Kunnen we niet door dit raampje? Oh. Oh, ik zie hier iets. Dit is wel handig, dan kunnen we die killen. Ja, hij is gewoon weg, hoor. Oh. Het is minder handig, dit. Heb die killer clown op die. Kunnen we hier opklimmen? En zo'n casual kastje verplaatsen, natuurlijk. Ik moet het turn off mijn GPS. Well, 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 we got ourselves a thinker. Nice one. Hij is nou net iets te ver.
perfect. Dat had ik helemaal uitgerekend. Het raampje is nog open, kijk dan. Een klein kiertje. Ah. Wat een sukkel, joh. Wat I'm okay. Waarom heb je tanden? Ik heb tanden geweest. You mean Jim? Yeah, you know, with the climbing up the rope. Oei, oei, oei. Kijk maar in de spatten, jongen. I don't think so. Here. Let op, als hij erin moet klimmen, wordt aan zijn voet getrokken. Whoa, Chris, I just got an awesome idea. Yeah? Totally. What is it? Okay, so I'm pretty sure that I've got some deodorant in one of the bathrooms. You could use that with the lighter. I don't follow. How's a stick of deodorant gonna help? Spray on. It's a can. Oh, yeah. Now I gotcha. Flamethrower. Flamethrower. Like army dudes. Yep. Once we melted, just point the spray can in the lighter. Ga nou naar binnen. Je gaat nog dood straks daar. Hij blijft daar, joh. All right, so you got this. Hij heeft een Ashley. I'm gonna go sort something out. You up? Ik zit nog op de trap, toch? Nope, but I'll do it. Godspeed, pilgrim. Okay. Deodorant is boven in de badkamer, zei hij. Oh, een totempaaltje. Laten we die deodorant niet gebruiken. Als er iets is dat we niet moeten doen, is het die deodorant gebruiken. Oh, ik dacht dat het zo'n lichtje was, maar het is gewoon een tapeje ofzo. Hier is niks te doen. Deur in dan. Gewoon een deurtje. Pik donker, weg. Foto van Anna. That's cool. En Josh. Hoe heet die zus van Anna ook alweer? Die ben ik helemaal vergeten. Die is wel uit mijn systeem. Bed of zo, volgens mij. Weet je nog, bed? Schrijf je dat allemaal op? Nee, maar zo. De deur. Die ging dicht. En dat hoort er niet. Wat de hel was dat? Oh, dat ziet hij natuurlijk niet. Misschien toch het, hè? Je moet hier ergens wel. Ik kom deur op. Hi Chris, very funny. Wat een gozer, joh. Can you be like getting the lock open or something? On it. Maar gewoon leuke grapjes zijn. Maar we moeten iets anders vinden dan deodorant, want. Ja, dan gaan we in vuur en vlam. Misschien gewoon een sleutel, joh. Als ze willen gewoon dat je naar boven gaat. Wat willen ze? Maar je doet het niet. Ik dacht dat hier een lampje zou, maar het is ook... Ja, zeker. Oh, een kaars. Kan je die niet aansteken, joh? Is dat makkelijk, hè? Nee, met Mike en zo. Kijk, Mike daar weer staan, joh. Ziet hij ook al uit die foto. Ja, maar zet die kaas even aan, is toch makkelijk? Hè? Zag jullie ook dat raampje? Ja, er gebeurt van alles, maar kijk daar. Toch niet. Kun je niet even dicht doen? Niet mogelijk, is geen mogelijkheid. Ik weet het ook niet, ik ben een beetje in de stress. Ik weet niet waar ik heen loop, ik zie niks. Ja, dat is juist. Dat is het spel, hè? Daar is niks. Hier kan ik niet heen. Maar waar is de bedroom? De bathroom bedoel ik. Voor die deodorant. De bathroom is denk ik bij de bedroom. Ja, daar moet je in. We gaan de deodorant niet pakken. Hoppa, daar is het.
Nee, maar die deodorant moeten we juist niet pakken. Kijk maar nog een geluidje die om ze heen te kijken. Ik wil het echt door. Die coach doen voor jou. Nee. Ja. Hij laat me echt liggen. Hallo, dat geluidje. Maar misschien moet je hem wel gewoon gebruiken, alleen moet je straks zeg maar een optie of zo, weet je wel. Ja, maar... Dat je dan de juiste optie moet kiezen met die bus. Als ze doodgaan, komt het door jou, hè? Ah, oh, yo! What the fuck, man? Jerry! Godverdomme. Kus wel. Oh, kijk, die sprong 3 meter de lucht in. Nee, jij niet dan! jij ook hoor! Nu gaan we dood, hè? Nee, joh. Verbrand van deze klauwen. Thank you. I'll be here all week. Ja, nog een keer. Crap, that thing freaked me out. What was it? Jij schrok ook al. Ja, de eerste keer wel, joh. Ja, deze schrok bijna hard, joh. Baby Wolverine. Baby. Don't worry, buddy. You're gonna be a big boy soon. Home sweet home. Sweet is not the word I use. Oh my gosh, it's so good to be inside. Even if it's still kind of freezing in here. I'll get a fire going. This place barely looks any different. Yeah, doe nou geen fire! We hebben net gezien dat je doodgaat van vuur! Hij heeft het zelf ook gezien, hè? What's up, party people? Oh. Hey! Die hebben gesext. Maar hij denkt even terug aan het momentje. Make yourself at home, bro. Will do. Yeah. Come on in. Take a load off. Have whatever you want. You just take whatever you want anyway, right? Hij gaat gelijk op joh. Easy there, cowboy. Als je hem stoot kan geven, challenge. What the hell were you doing with M out on the trail? What? I saw you and M. The telescope. Before? We just ran into each other. It's been a while, so we hugged and I said hello. Is that against the law? Links. Ik heb echt die klap op zijn kaart nodig. Right, I'm sure it's all it was. Ja, die zegt voorlopig een half uur helemaal niks meer, want die is echt gefocust. Hey, die muziek wordt heel eng, hè? Of we gebruiken de Deo Flash met de vuur op hem. Oh, in zijn benenharen. Wat zit hij op? Oh, daar komt die bitch. Oh my god, that is so gross. Are you trying to swallow his face whole? Damn. I mean, seriously, can she be any more obvious? No one wants in on your territory, honey. Excuse me? Did you say something? Oh, did you not bitch fight, bitch fight. Too loud? Sounds like someone's bitter she didn't make the cut. Yeah, it's all a big cattle call with that dreamboat. Yeah, this is wel een leuk weekend, joh. Ja, gezelligheid, joh. Doe links. You're making everyone uncomfortable, Jess. Jealous much? Emily too frigid for you too. Hey, that's look, whatever. Jij hebt ook een slechte relatietherapeut volgens mij ook. At least I can think. 4.0 bitch, honor roll. Suck on that when you're trying to sleep your way into a job. Who needs grades when you've got all the natural advantages you can handle? Oh, please. You couldn't buy a moldy loaf of bread with your skanky ass. Are you serious? Do you think that's insulting? That bitch is on crack or something. Emily, stop. Jessica, you need to shut your mouth, okay? No. You're the one who needs to keep your nose out of other people's business. I'm about to get right up in your business, you bitch. Are we about to get real? Because I am down to get real. Stop it! This is not why we came up here. This is not helping. It's not what I wanted. If we can't get along for 10 minutes, then maybe we need a little bit of a break, right? Mike.
Why don't you check out the guest cabin, the one I told you about? Oh, dit is ook niet... Nee! Nu gaan we allemaal alleen ons eigen weg. En dan kan hij ze één voor één uitmoorden. Hoppa! Ja, maar tot nu toe... Hij heeft eigenlijk nog niemand vermoord eigenlijk, hè? Jawel. Wie dan? Well, that's over. Niet Hannah, maar die andere. Nee. Haar hand heeft hij losgemaakt, zodat ze viel. Nee, dat de weg brak. Ja, dat brak. Hij wou juist gaan. Ja, hij heeft straks zijn hand erbij. Matt, are you listening? Misschien wil je er wel gewoon bij horen. Oh my god, don't you remember next to the Italian shoe place where I got the stilettos and you knocked over the rack while you were drooling all over that girl at the counter? Well, I mean, she was asking about my letter jacket. Right, because she gave a shit about your designer letter jacket. Ze hebben allemaal ruzie met elkaar. Matt, I need my bag. Oh my god, Em, maybe you just forgot it. Do you seriously think I'd forget my bag? Whoa. Do you? Hij nam wel allebei die tassen mee, hè? Nou is ze er eentje kwijt. Natuurlijk. Ik kan niet aan haar. Ik dacht juist dat die roze grote tas van haar zou zijn. Ja, maar hij zat er twee. Toch? Very warm. Okay. Hij heeft geen spullen meegenomen, denk ik. Okay. Dat zie je in die films ook altijd. Dan hebben ze altijd hetzelfde jackie aan. Ja. Okay, I'm gonna go take a bath. Doe dit nou niet! Oh, dit is zo'n balkonscène. Cabin anyway. This cabin is the coziest. Stond al een beetje gebogen. Romantic love den. Bloemetjes onder broek of zo. If we ever make it. I have a feeling luck's on our side. Play your cards right and maybe you will get lucky. Hey porn stars. Gonna need these. Hij mag er ook wel zijn, hoor, die Joyce. Gross. Hey, I'm sorry to kick you out like that. No worries, man. Oh, I'm sure you'll find a way to entertain yourselves. Mm-hmm. You have fun with the peanut gallery. Oh, I almost forgot. Gotta fire up the generator so you can see where you're going. It's dark out there. Do not get fire. I think Josh was flirting with me. Okay. You want to invite him up with us? Wait, really? What? No. Oh, ik dacht trio. Ja, dat wil zij wel hoor. Dat is echt poster. Ja, zij wil echt allebei zo van iemand die vlecht vasthoudt, weet je. Yo! Oh, wat was dat pirouetje boven? Ja, sorry. Je wil achterwaarts van de trappen. Of zij ook. Oh. Maar wie bestuur je nou eigenlijk? Beide. Ja, dat is niet zo klomp. Komt even naar ons toe gelopen. Toevallig moet je ook hierheen. That's something I can help you with. And how are you gonna do that? I got a few things in mind. Misschien ga ik ook wel de hele verkeerde kant op. Hey, terug. Op de boom. Oh. Rechts, kijk. Heerlijk. Not a lot of TLC for this place anymore. Leuk potje, hoor. Echt, hier heb je echt heel veel. En weer door. Ja, maar het is ook wel goed. Hiervoor zijn we met z'n drieën. Kijk voor die schrik-elementen. Yo. Als ik te veel gefocust ben op haar kom, dan zie ik mij al van zulke dingetjes. Ik zie dat ook op. Ik kan gewoon schil kijken. Met zo'n chameleon. Ik heb echt niet... Wat zei ze eigenlijk? Ik heb niet verstaan wat ze zei. Is that so? Epic jealousy. Suck it. Nou. Nee, niet om Mike. Emily, omdat ze een cheater is, verdient ze het gewoon om helemaal niemand te hebben. En niet Mike. En niet die. Huh. Nee, Mike is niet Man. Nam los laten of niet? Nam los hoor. Maar ook zat hij vastgeplakt, was natuurlijk door het ijs. Ja. Oh, nog één keer. Ja, jammer. Nee. Dat weet je maar nooit, hè. Misschien dat hij dan warm is geworden door mijn vinger. I wish you could generate a little excitement about getting that freaking generator to work. Oh, ik zeg het. Ja. Heel scherp. Ik toon de pie. Hoe gaan we eraan?
durf niet te draaien. De killer clown, ik zei het toch? Dat was Ashley. Was het Ashley? Dat was die vrouw van Chris. Die mag dood. Maar die andere zou nog niet in vuur en vlammen. Alright. Let's see. Er zit een slang in zeker. Boom. Nice one, Mikey. Stip nou. Hey! Hoi! Hoe gaat het zo echt gebeuren? Gaan we nog een keer kijken, vrouw? Maar je zou je vergeten. Ik kan hem trillen, joh! Dat kan niet nog een keer. Gezien is gezien. Helaas. Oh, kon hij niet even sinksen in dat kabinetje? Dat was het hele bedoeling volgens mij. Damn, maar ze gaan steeds verder het bos in. Waar gaan ze naartoe? Ja, leuk. Ze moesten alleen de generaalklep aanzetten. Is dat wel leuk? Oh, yeah. Oh, die tolle, joh. Ik voor de veiligheid om mee kijken. Sexcapade. Of nog even naar links lopen. Ja. Wel gewoon in de schijnwerpzaal hoor. Oh, wat is dit? From Hannah and Beth. I think they'd clean it up. Well, they never closed the investigation. You see a bed. Okay, I'm oh, misschien zien we straks die ingewanden van hun nog wel liggen ergens. Yo! Well, whoever they are, I'm sure they're happy we're all thinking about it. That's a nice way of thinking about it. Yes, it's a nice way of thinking about it. Love it, trap. Ja, misschien vind je nog wat, hè? Nee, ik hoor die. Je loopt wel schijnwerpers op haar richten, maar. Het is heel moeilijk. Nu weer lekker weg. Nu, pak je kans. Nu is hij echt dood. Did you hear that? Nee. Kijk hier, hij zat niet te gluren, joh. Ja. Yeah. Hij gewoon verder omhoog gaan, hoor. Vrouw. Bezig. Damn. Damn. I don't think we can get her to the cabin with a path block like this. Oh, no way am I going back to the lodge, aka. Oh, now we're in you. Drink hot chocolate. Oh! Jess! Fuck! Hey, Jessica! Dat blijft lekker staan ook, joh. Okay. Holy crap, you scared the heck out of me. How do you think I felt? You didn't hit your head or anything. As far as I can tell, I still have all seven of my limbs. Yeah. Can you get out? Op zich staan ze nog best wel dicht bij elkaar. Waarom schreeuwen ze dat nou? I can hardly see anything down here. Hij moet springen, springen, jawel. En hoop dat hij zijn been breekt. Just stay put. Oh, net op tijd gesprongen, denk ik, joh. Ja, dat had je moeten doen. Dat hij dood gegaan. Ja, ik weet het, maar... Oh ja. Dat is een klote. Ja, maar dat zij ook gelijk dood gegaan. Ja, zij moet wel overleven, kijk. I imagined us grunting together. This is not what I pictured. Nu zeker een ander nagelak. Ja, dan doet ze tussendoor gewoon even. Oh. Dicht voor? Ja, dit gaat wel eng worden straks, denk ik hoor. Ja, die man is er gewoon. Hij komt steeds dichterbij. De deur bij vrijdag. Oh. Oh. Lekker Pharrell. Oh my god,
goede keuze, hoor. Ja, dit was echt heel random. Ja, maar dat is een goede keuze, toch? Hij heeft nu pijn, joh. Ik deed het niet expres, wel toch? Ja, heel expres. Wacht even. That's a plus. Yes. Yes, oh fuck. Oh, Nelly. Ga maar precies de kant op. We kunnen een beetje naar boven. Misschien niet zo handig om precies de kant op te gaan waar iemand een karretje heeft geduwd. Of ligt het aan mij? Een lampje. Snel. Zo'n stokie. Sigaars. It's recent. Wonder who's out here. Wow. This place is like symbol. Historical. Dit is de huis van die moordenaar. Ja, waarschijnlijk wel. Gotta be Native American, right? I don't think the miners were getting their arts and crafts on, no. Oh, had nou zijn kopje gevallen, joh. Dat deed ik ook expres. Ja? I don't think this place. Oh, dat gaat ze echt gebeuren. Yeah, I'm thinking it's time to go. Dat zal niet zeker zijn. Ja, dat gaan ze hier denk ik niet doen als ze heel slim zijn. Oh, waarom niet? Dat gaat wel niet. Jezus. Dat is heel veel deentje. This place is a real fixer-upper. Heel veel deentje. Weet je nog wat we hier ook doen of niet? Ik weet het ook niet meer wat we hier moesten doen. Ja, we moesten die generator aanzetten, maar... Oh. Find a way out of the mine and back to the pad. Maar wat was onze relatie trouwens? Ja, ik zag iets helemaal rood staan. Ja, links ging iets rood zijn. Romantic. En Jess is helemaal omhoog, joh. Ja. Dan moet allemaal naar beneden, helemaal dan moet naar een streepje toe denken, of niet? Nee, Jess is die, die poolstar. Ja, weet ik, maar dat staat een wit streepje, moet hij daar niet naartoe? Nee, dat... We begonnen, volgens mij, waar dat streepje staat. Maar dat onderin staat wat je moet doen. Find the way out of the mine. And back in, into the pad. Kijk, met Ben zijn we helemaal geen vrienden. Nee, ja, beter. Nee. Maar kijk, dat staat in de streepje. Ja, waar we begonnen was eigenlijk. Ja. Er moet zo wat gebeuren. Kant in. Dan zijn we buiten. We zijn uit de mine. Maar dat zegt niks. Ja, wat gebeurt. En we zijn bij de pad. En we gaan weer trappen lopen. Oh, we gaan wel in de cabin. Links was dat? Ja, allemaal licht ofzo. Oh nee, daarboven. Dat is gewoon de maan ofzo. De maneschijn in de maan. Klim ik op het tapje. Ja, op sasa. Weet je, als je het koud hebt, waarom die man ook? Heeft hij nou een body warmer aan of is het gewoon een jas met? Where do you see the Lincoln bedroom? Oh, are you planning on getting presidential on me? Wanna take a ride on Air Force One? All right. Oh, zo'n tafel. Oh, a telescope. Gonna look at the trees, gonna look at the clouds, gonna look at the cabin. Cleon. Whoa. You alright? I just saw someone at the cabin. Okay. Let me see. En Nick staat natuurlijk voor weer. Oh. Ik voelde hem al aankomen. Hey Jess. Mm-hmm. Stay close by, okay? What's up? Als we hier die bolle hadden gekozen waarschijnlijk. This posting says there's some brown bears out here sometimes. Oh, Michael, I have the best idea. What? Let's go hug a bear. Come on, please. Let's go hug a bear. Come on.
Met de achter wel zo'n hekje, moest je daar niet. Ja, ik weet het niet, maar die camera is zo raar altijd. Hier, dit. Hier links. Nee. Nee. Hier, hier. Hier zo. Hier op zo'n hekje. Achter je. Oh. Daar is ook een bordje, kijk, er staat nou, maar ik weet niet wat erop staat. De lampje ook. Oh, cabin staat er. Nice. Is het wel slim om naar de cabin te gaan als daar iemand was? Nou, dat moet het toch? Daar is de rest dan ook, of niet? Nee, die is bij Blackwood Pines. Oh, ja. Dat is dat hotel natuurlijk. Maar waar moet hij bij de cabin dan? Ja, dat is het ook niet. Dat is dadelijk kets of zo. Er was wel trappen hier, hoor. Ja, het is een berg. Ja, maar heb je ooit een berg beklimmen met een trap zien gaan? Ja. Meestal een touwtje of zo. In Kroatië hebben we ook een berg geklimmen. Woehoe! Birds flying high! Een rat met vleugels. just answering is medical. Wow, you're easy. Yeah. Got a lot of love to give. I'm scared. I was scared. Soms verwacht je net zoals dit, hè, gaat het instorten of zo, weet je wel, en dan gebeurt het niet. En hier komt ineens zo'n klote vogel. Zo'n wasbeer. We hebben eigenlijk alleen maar van dieren geschrokken. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, je wacht één keer die hier, man. Oh, van die waspen, ja, dat kerstje. Really? What? I didn't figure you for the glass half-empty type. You got a better idea? Stand back, Debbie Downer. Ja, die gaat dood als ze aan de overkant is. Boom. Ja. Show off. Hey, Mike. You got something on your face. Ah. Boom chakalaka. Oké. En ze is weg. Yes. Ja, ja. Gaat nu echt gebeuren, joh. Ja, dat de tijd was. Huh? Dacht je dat de tijd was? Tijd was. Sammy! Dat is 5 euro, man. What? You wanna help me get this fire going? Well, I was just getting into the bath. Oh. Oh, ze gaat in bad. Oh, do you need any help with that? Nou, is het nou die poncho aan deze keer? Nee, dit is Sam. Ze gaat in bad, jongens. Washington Lodge. Bloedbad. Come on. Zo, kijk eens spatteren, joh. Alright, Josh, let's see if you know how to hook up the hot water in your big fancy lodge. Zie je vol. Zij gaat dood worden. Uitkleden. Hoe moet jij? Wat is dit? What was that? What was that? Veel lampjes. 1000 lampjes. Ja. Tattoo artist. Johan de Smit. Nou, dat slaat nergens op. Volgende. Oh, dit is Brenna. Heel leuk, ja. Next. Halloween party. Thank you.
Ik weet niet wat ik moet doen. Kijk. Find Josh to ask about the hot water. Oh. Ik denk dat hij beneden is. Misschien ligt hij al naakt op bed nu gewoon aan te wachten. Ja. Oh, maar hij heeft ook een achterste kamertje gekozen, helemaal door die gang heen. You can do it, man. We believe in you. Yeah, totally. Woohoo! Let's go, Josh. Let's go. Okay. Well, I'm pretty sure that somewhere in this crazy place we used to have. Niet praten over onze haaien. You have a spirit board? Those things are a joke, man. We do shit. No way, bro. I mean, we used to do it all the time, me and... Well... Josh, no hot water's kind of a major oversight, don't you think? Yeah. Yeah, you just gotta fire up the boiler. It's in the basement. Oh, nu gaat het... Oh, nu moet je de kelder erin. See if you can find the spirit board. Chris, let's go find it. Mama gaat nu... Nee, Lama. Ik dacht, die gaat nu... zo'n filmpje met dat deel. Okay. Ja, we hebben nog steeds tegen dat vuur nog niet gehad. Dat vuur, ik moet dood van. You're not gonna regret it. Up for a ride along? Voor mij is het die Chris, en Chris gaat dat nu doen. Iemand ging neer, maar we hebben niet gezien wie nee, dat heeft gedaan. Nee, Chris niet, was een vrouw voor mij toch? Nee, want Chris moest ja, was een vrouw. Ik dacht die Ashley, dacht ik. Ja, maar dat was weer het filmpje daarna, daarvoor nog. Dat we naar het raam gingen. Ja. Dat... Ja, maar ik weet niet of die toon is gelijk wat daarna gaat gebeuren. Misschien gebeurt het straks wel pas. Want dan gaat een vrouw dood en een man dood. Ze heeft er helemaal niemand dood. Eerst was de vrouw en net was de man. Een vrouw. Tot nu toe is nog niemand doodgaan, hè? Ja, maar... Dat was gewoon denk ik gescript. Kon niet anders. Very sweet together. I wish they'd just freaking get on with it already. I swear, they just need, like... Something to bond over, you know, some sort of... traumatic event to send them into each other's arms. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Be in the geriatric ward before Chris makes a move. Kom jij maar mee de kelder in, you know, dametje? Yes, Josh. I just wanted to say... What? It really means a lot to me that everyone came back this year and, you know, that... You came, Sam. Rechts. Tuurlijk. We're here for you. Het is ook wel een leuke combi, samen toch? Whenever. We're all gonna make it through this. Dit zijn de normale. Together. Dit zijn de normale. I want us to have a good time, you know? Hij is een beetje de alpha leader. Hij is omdat het van hem is het allemaal, weet je. Want ja, maar dit is hun huis, zeg maar. Nou, hij wil weer terugkomen. En al een hele tijd erop losneuken, volgens mij. Dat is het, wat hij eigenlijk in het kort zegt. Nou, hij zegt vrij lang, hoor. Hij had het kort te kunnen zeggen, juist. Sorry to drag you down into the bowels. Get me some hot water and I'll be super fine. I mean, I wouldn't want you coming down here on your own, you know? Well, it's definitely creepy down here. Yep. Not a place to be on your own. Hoppa. Ik denk dat je moet lopen. Nou. What's that doing here? Is that yours? You bet it's mine. I used to play ball with my dad all the time. Of course, that was before he got too busy to hang out with me. Hey, waar is het horror-element voor hem? Zit er nou een beetje in de romantische sfeer? Ja, in okay, de... let me see what I can do with this old hot water machine. Hij durft die knop niet in te drukken ofzo. Here, can you hold this? What was that? What was what? Just shine it here so I can see what I'm doing.
Shine a light on me. Oh, hey, je mag niet bewegen. Keep the light, ja. So I can see, okay? Call control. Nog een keer, denk ik. Oh, kijk hoe stil, joh. Had ik het erom neergelegd. Kijk hoe stil, joh. Hij heeft geen move, joh. Nice one. Echt perfect, Verdel, joh. Oké, okay, first things first. We gotta increase the water pressure before we get the boiler fired up. Sounds kind of complicated. No, it's actually pretty simple. Is het ook burnen, hè? Ah, damn. It's okay. I'm just try again. Oh, ik weet niet wat ik moet doen. Die valt ze nu al in de fik, hè? Moet gelijk klikken. Relax. It's not that hard. Just press the button when the light comes on. Oh, when the light comes on. Sure. Zeg dat dan bij de eerste keer, joh. Ja. Chill, jongen, dat moet je gewoon weten. Nu! Hoppa. That's more like it. En we kunnen in bad. Alright. Bye, girl. Oh, yeah. Dit was echt snel, joh. Moet je nou van als ik had gemist, dan had ik gewoon dood gegaan. Zo gewoon. Dat could be a lot of things. It. I'm just joshing you. So you are really freaked out. Gewoon grapje maken, joh. Nee, nee, oh nee, misschien had dat niet moeten doen. Nu geloof ze het nooit meer, als er echt iets gebeurt, hè. Baseballknuffel. Hij maakt nu niet prenen. Nothing regular about it. Wie check dat? Ja, altijd met z'n tweeën blijven. Maybe we should check it out. Why? I don't know, what if it's like a pipe that's about to burst or some problem with the furnace? Unlikely. If it were me, I wouldn't want this place to burn down on my watch. Yeah, right. Yo! Whoa! What the hell? Dat is gewoon niet makkelijk. En dit die Chris, Mike, dan moet het Chris zijn. Why you keep out strangers? What? Hey. What the hell? Ja, zie je hij weer. Wat een hond. Hij is echt de gang maken op het verkeerde feest daar, joh. Why would you do that? There's all this cool old movie crap down here. What was I? Was I not supposed to take advantage of the opportunity? Are you serious? Were you in on this, Putz? No, but I wish I was. That was too good. Maar hij was als eerste weg, hè, die paal nog. Had ook gedaan. Kijk jij het maar niet. Ja, jij had ook gedaan. Ja, tuurlijk. Hier, pak maar. Doei. Master. Well, I said nothing about that. Jij niet dat. Nee, ik niet. Echt wel. Stop. Echt stopgeven, joh. I was not. Come on, you totally pissed yourself. Josh. Wat een... Ja, ik kan. Ja, het is irritant, jongen. What in God's name are you wearing? I found my true calling. Mm-hmm.
Please tell me you're gonna take a vow of silence. Ik ben een gelovige man. Okay, did you at least find the thingy? Here's our one-way ticket. You know what? No. I've just... Oh nee, is dat zo'n spel dat ze geesten gaan oproepen of niet? Yo. Yeah. Crystal ball. Alright, so have fun. Oh, but watch out for that, Josh. Oh, ja, maar het ziet er dan heel raar uit bij hem. Die plankjes. Oh, ingewanden, heb ik zo hard. Oh, dat is echt best gebeurd. Ook al die plankjes bij het raampje, joh. Ja, om het eng te maken, wat wij eng vonden. I would like to understand your feelings toward people of fear, isolation, loneliness. Loneliness. Do you share this fear? Ik ga gewoon een liedje zingen, denk ik hier. Kijk, die snake. De cobra. Is dat zo? Because... Maar wat, hè? Stel, de moordenaar zit hier nu gewoon met hem te praten. Oh, die, hoe heet dat? Die moordenaar, die killer clown, weet je? Die. Dat hij nu hier zit. Dat kan ook. Let us investigate your feelings toward other people in greater depth. What you value, what you respect in yourself and others. Which would you say was most important in a person, loyalty or honesty? Wat zeggen jullie, loyalty or honesty? Ik ben wel loyaal ben ik altijd, ja. Honesty was our best option for it. So you would tell a lie in order to be loyal to a friend, okay. And what about loyalty versus charity? Wat zei charity? Goed doen, toch? Ja. Oh, ik heb ongeluk gedaan. Ja, maar ik heb maar ingeklikt. Loyalty heb je gekozen. Ben ik zo van de goede doelen? Ik wel. Once again, I'm afraid we're out of time. Je wat is dat dan? Help deze paal, yo! Ben je nou tot dit moment van de video gekomen? Dan wil ik je feliciteren, want je hebt het einde van de video gezien. Wij gaan nu afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te gooien. En natuurlijk even de abonneerknop aan te klikken. Vergeet dan ook gelijk niet dat belletje, want we gaan deze Halloween Horror Week nog genoeg streamen en komen genoeg video's online. En daar ben je er altijd bij. Nogmaals bedankt voor het kijken en ik zie jou in de volgende video, eventuele volgende stream.